is het wat mij betreft toch wel belangrijk om de oogmerken van het medisch beroepsgeheim goed voor ogen te houden. Want als je kiest voor wettelijke verplichtingen, dan zal het zo zijn dat burgers dat kunnen ervaren als een belemmering van toegang tot gezondheidszorg. Uiteindelijk zijn die GGD'en, die zorgaanbieders, hulpverleners in de zin van de WGBO. En is het dus gewoon zo dat wanneer gegevens verstrekt worden aan een derde partij, dat moet met toestemming van de patiënten. En die patiënten moeten alvorens ze toestemming geven, adequaat geïnformeerd worden. En dat is van het grootste belang. Willen dus burgers inderdaad zich blijven vaccineren en zich laten testen. En daar zou ik het graag bij willen laten. Dank u wel, meneer Buijzen. Dan kijk ik naar links, want u heeft ongetwijfeld vragen. En dan begin ik bij meneer Omtzigt. Ten eerste wil ik iedereen hartelijk danken voor de notities die beschikbaar gesteld zijn en het onderzoek dat gedaan is aan de hoogleraren, de autoriteit persoonsgegevens, maar ook het RIVM en het CBS. Het is een belangrijk onderwerp, voorzitter, en ik hecht daar even één minuut aan. Er is een voorbereidingsgroep samen met mevrouw Paul en Paulusma, sorry. Mevrouw Thiele en de heer Van Houwelingen geweest, waar we hier een half uur bezig geweest zijn. We hebben hier te maken met een oversterfte van 15.000 mensen per jaar. En het is dus wel een eminent doel wat we aan het doen zijn. Het is niet omdat er iemand iets interessant vindt. Als je in de publieke gezondheidszorg een oversterfte hebt van 15.000 mensen, dan wil je als politicus weten wat er aan de hand is om erop beleid te kunnen maken. Dus is hier geen. En dat is waarop er wat ongeduld is bij ons, maar ook bij veel mensen in de samenleving, van welk onderzoek vindt aan uw plaats. Dank dus voor de heldere signalen die geweest zijn. Aan het RIVM heb ik de vraag van, het LAREP heeft een pilot infrastructuur gestart waarin de zorg-TTP pseudo-anonimiseerde gezondheidsgegevens afkomstig van RIVM, Nivel, Pharmo en Stison verwerkt worden. Kunnen deze niet beschikbaar gesteld worden voor wetenschappelijk onderzoek door universiteiten en hogescholen? En zo ja, onder welke voorwaarden? En ik zou ook graag willen weten van het CBS, de onderzoekers die we gesproken hebben, die geven aan van, dan heb ik 50.000 euro van Zon-MW. Dan wil ik graag van het RIVM de data hebben, ook over 2021. Dan krijg ik alleen maar de data tot 2020. Terwijl, alles moet beschikbaar zijn, zowel de oversterfte als de vaccinatie, om het goed te kunnen doen. En dan moet ik 20.000 euro voor de Dutch Health Data, 10.000 euro voor het CBS en 20.000 euro aan Vectus betalen. En dan is mijn hele grant op, dan zou ik zelf totaal gratis moeten werken. Dat zei deze onderzoeker er niet bij, maar dat zeg ik er maar even bij. Is er een mogelijkheid dat deze mensen, dit zijn gewoon hoogleraar aan de universiteit, dat ze niet alleen theoretisch de mogelijkheid hebben om het onderzoek te doen, maar wat moeten wij doen om zij ook praktisch de mogelijkheid te doen om het onderzoek te doen, of er een verband is tussen de vaccinatie en oversterfte, lange termijn, korte termijn en gecorrigeerd, want dat is ook wat het CBS in het onderzoek zelf zegt, dat moet je corrigeren voor gezondheidsdata, dus die moeten daarbij zitten. Hoe zorgen we ervoor dat dat praktisch uitvoerbaar gemaakt wordt? Dat is voor de eerste ronde, voorzitter. Twee vragen, volgens mij in ieder geval aan het RIVM. Als de eerste, als ik het goed heb, meneer Haringhuizen. Ja, ik hoop dat ik u goed begrijp. U heeft het over onderzoeken van een viertal onderzoeken van LAREP, waarin een aantal bronnen gebruikt worden door LAREP. En uw vraag is, kunnen deze gegevens beschikbaar gesteld worden voor academisch onderzoek? Ik moet u zeggen, ik weet niet in welk kader LAREP dat beoordeelt. Hebben ze die gegevens werkelijk ter beschikking gekregen? Gaan ze er ook over? Zijn ze verwerkersverantwoordelijken daarvoor? Of mogen ze ze slechts gebruiken? Dat is een vraag. Ik ben geen LAREP. LAREP is een particuliere stichting, dus ik denk dat die vraag daar thuis hoort. Of begrijp ik u verkeerd? Meneer Omtzigt, het RIVM heeft die gegevens ter beschikking gesteld, anders hadden ze ze niet. Dus als het RIVM ze daar ter beschikking kan stellen, is de vraag, hoe kunnen ook andere onderzoekers die met dezelfde gegevens werken, en kan het dan via hun, moet het via het CBS, en kunnen we ervoor zorgen dat alle gegevens tot en met eind 2021 voor onderzoekers tegen geringe kosten, en natuurlijk mogen daar privacy statements aan zitten, hè, en het moeten onderwijsinstellingen zijn, dat snap ik allemaal. Maar hoe kunnen zij daar, of bij het CBS, of op een andere wijze... Hoe kunnen zij daar wel en anderen niet?
Er zijn in het kader van deze onderzoeken, dat was een van de voorbeelden die ik aangaf die goedgekeurd zijn uit de SIMS-data, zijn inderdaad aan Lareb vaccinatiegegevens verschaft. Dat is omdat, dat is overigens in samenwerking met het RIVM. Daarbij kan ik alleen iets zeggen over die vaccinatiedata, die andere ken ik niet. Die zijn aan Lareb, die zijn beoordeeld binnen het RIVM door een speciale gemengde commissie, dus extern intern. En die hebben bepaald van het valt binnen de scope zoals die aan de burger is voorgehouden. En het, zeg maar de veiligheidsbewaking en de effectiviteitscontrole, wat de taak is van Lareb, ligt in het verlengde van de veiligheidsbewaking die het RIVM gehouden is te doen. Ik vat het even kort samen, het is mooi uitgewerkt. Maar dat is de, zeg maar de grondslag op basis waarvan die gegevens met Lareb gedeeld zijn. Kortweg, het valt dus binnen de scope van het informed consent zoals dat meegegeven is. Dank u wel. Een bijzondere situatie overigens hoor. Dat, maar de vraag is, kan die dan gedeeld worden of niet met anderen? Dus anderen mogen daar dan weer niet bij. Dus nou, Lareb, die zal dat niet zomaar door mogen verstrekken. Dat, nee. Dank u wel, meneer. Dan moet de aanvraag opnieuw bij ons ingediend worden. En dan, dus je mag niet van partij naar partij naar partij gegevens worden. En dat is ook uitermate ongebruikelijk bij elke wetenschappelijke onderzoeksinstallatie. Dank u wel. Als u dan uw microfoon wil uitzetten, dan geef ik het woord aan... Ja. Meneer Bruinsma. Ja, dank u wel, meneer Omtzigt, voor de vraag. Ik maak twee algemene opmerkingen. En mijn collega gaat nog iets nader in op de databronnen die u noemt. Eerst, en dat is denk ik goed om dat nog een keer te benadrukken. En dat werd denk ik ook heel helder in de brief van de autoriteit persoonsgegevens benoemd. Wij kunnen data beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek die wij zelf verzameld hebben voor het statistisch onderzoek wat het CBS heeft verricht. Wij zijn niet, zeg ik dan maar even in de scherpte, een doorgeefluik voor data. Zo is de wet op het CBS niet bedoeld. Dus dat betekent dat die data beschikbaar gesteld kan worden door ons, voor zover die gebruikt is door ons voor ons statistisch onderzoek. Dat was mijn eerste algemene opmerking. Mijn tweede algemene opmerking gaat over de kosten, want daar snijdt u een interessant punt aan. Misschien mag ik daar een paar zinnen aan wijden. Wij zijn verplicht om de integrale kostprijs in rekening te brengen. Dat is gebaseerd op een beleidsregel van de minister van Economische Zaken. Dat is onze brood hier, als ik dat zo mag noemen. En toevallig heeft de directeur-generaal van het CBS dit precieze onderwerp gethematiseerd. Om precies te zijn in het meerjarenprogramma van het CBS. Als ik goed ben geïnformeerd, is dat deze week aan uw Kamer aangeboden. Dat is namelijk afgelopen vrijdag door de ministerraad aanvaard. En daarin heeft de directeur-generaal dit precieze punt gethematiseerd. Dat juist het gebruik van die data in die remote access voorziening, als ik dat even zo mag noemen, ook te zien is als publieke voorziening. En de vraag eigenlijk opgeworpen wat dat zou moeten doen met de kosten. Dus daar wijs ik u dan maar even naar. Voor nu is het zo dat wij gebonden zijn om altijd de integrale kostprijs in rekening te brengen. En dan... Ik geef het woord graag even aan mijn collega. Dank u wel. Ja, dank u wel. U ging met name in op twee databronnen, Factis en DHD van Dutch Hospital Database. Het overgrote deel van de data die het CBS ontvangt en die wij dus ook beschikbaar stellen via de remote access voorziening, is data die afkomstig is van de overheid. Daar is ook artikel 33 voor bedoeld. Wij krijgen ook een aantal private databronnen binnen en DHD en Factis zijn private databronnen. Dat betekent dat de bronhouders ook niet verplicht zijn of verplicht kunnen worden aan ons te leveren. Zij doen dat omdat die data voor ons buitengewoon belangrijk is voor de statistische taak. En die data is ook buitengewoon interessant voor onderzoek, met name op het gebied van de gezondheidszorg. Omdat die data, dat ze die data vrijwillig bij ons aanleveren, kunnen ze ook voorwaarden stellen over de manier waarop er bij de remote access voorziening gebruik kan worden gemaakt van die data. Dat geldt voor een aantal bestanden, dat geldt voor meer bestanden dan DHD en Factis. Maar deze twee vallen er ook onder. Op het moment dat iemand bij de microdataservice of bij de RA zich meldt en van die databronnen gebruik maakt, dan verwijzen wij die naar de bronhouder. Met het verzoek om bij de bronhouder een toestemming te krijgen voor het gebruik van die data. Welke voorwaarden of kosten de bronhouder daaraan verbindt, daar gaan wij niet over, helaas. Dus het feit dat er kosten zijn verbonden aan het gebruik van DHD-data en Factis-data in de remote access voorziening, dat ligt bij de Dutch Hospital Database en bij Factis zelf.